Take one. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe YouTube video. Vandaag is Alexander er weer bij. Veel zin in? Nee, ik word weer al gedwongen om mee te doen. Ja, maar het was wel uw idee, hè? Ja. Het was zijn video-idee, want ik wou graag nog iets met hem doen. Alexander gaat dus mijn make-up doen. Je hebt mij al heel vaak mijn make-up zien doen, maar gaat je dat kunnen? Geen idee. Laten we even hier. Ik zal even laten zien. Echt duizenden dingen liggen. Ik kan echt geen enkel ding van dit opnoemen. Er liggen dus ook heel wat spullen tussen die ik eigenlijk nooit gebruik of bijna nooit gebruik. En ik ben benieuwd of Alexander die wel gaat gebruiken. Maar die heeft echt geen flauw idee van make-up, echt niks. Maar je moet ook denken, hij heeft zelfs mijn vorige YouTube video niet eens bekeken. Nee. Dus je weet mijn make-up routine helemaal niet. Nee. Oké. Okay. Ik mocht die niet bekijken. Jij mocht die wel bekijken. Je hebt mijn video gewoon niet bekeken. Nee. The disrespect. 12 minuten van mijn leven halen. 16. Ja, we zullen gewoon ineens beginnen, hè? Let's go! Oké, dus first of all gaan we deze aandoen. Dit is van de H&M. Dit is, I don't know what dit heet, een banaan of zo. Je Ninja Turtle. Vijf van zo doet je dat niet. Nee? Nee, ik serieus. Meet je dit? Ja, ik meen dat serieus. Ja, ja, zo hè. Is niet echt. Is dat niet echt? Moet ik dat doen? Nee. Je meent het niet. Ja, ik meen het zeker. Wat zo? Maar echt, huh? Dit begint echt al slecht. Ah ja, ik moet naar achter. Ja, toch? Wacht, wat? Zo toch? Huh? Zie ik er zo uit? Als ik mijn make-up doe? Ja. Nee! Maar er is toch geen andere manier om dat te doen? Oh my god, ik zal het voordoen, okay. Goed? Haren er bovenuit en dan zo. Dat is exact wat ik had gedaan. Nee, want nu zit het ook onder mijn haar. Ja, oké. En dan beginnen we met dit. Doe maar. Om je gezichtje proper te maken. Proper te maken heb ik al gedaan, schatje. Dat is niet om proper te maken. Een beetje van deze. Een beetje veel. Denk het wel, ja. Ja. Dat is echt uit hier, hè? Mm-hmm. Je ruikt lekker. Nee, sorry, niet goed, hè? Maar met die aap, ik wil geen snot op mijn gezicht hebben. Je hebt al snot. Oh. Ja, ik ben verkouden. No fucking shit, Sherlock. Goed. My name is Jip. Oké. Okay. En dan gaan we nu so much to choose. Deze doen. Hallo? Okay. Accord Porfer. Accord Porfer? Accord Porfer, ja. Yes. Oké, ik kies nu voor foundation. Foundation. Uh-huh. En dat doe ik over het hele gezicht. Mm-hmm. Ja? Moet je op deze doen? Moet je op je gezicht doen? Jij mag kiezen. We doen een beetje hierop. Zo. Te veel? Te veel. Hup. Zo veel, ja. Oké. Okay. Dit ziet er echt goed uit hoor. Ja? Ja. Oké, dank u. Beetje fake. Een blender is om te blenden. Te blenden, in mijn ogen is blenden gewoon zo fruit en shit en een milkshake maken. Blenden. Ah, blenden. Dat werkt wel beter, ja. Alleen nu, ik kan niks zeggen. Het ziet er echt goed uit, maar echt. Dat ziet er toch niet slecht uit? Oké, het ziet er niet slecht uit. De foundation zit erop. Oké, waar is het volgende? Dit? Voor? Met zo dat paletje. Deze. Deze ook. Zijn er allemaal verschillende dingen deze dingen? Ja. Allemaal dezelfde dingen. Is het tweede wat ik doe? Nee, blijkbaar. Deze. Mm-hmm. Wat is deze? Is dat niet ook hetzelfde als dit? De ene is foundation, de andere is concealer. Wat doe je met concealer? Rond je ogen. Rond, oké. Ja. Op je wangen. Nee, maar, doe maar gewoon. Op je ogen. Nee. Ah, op je wallen. Doe maar. Oké, en wat nu? Dat is klaar, deze. Nee? Moet je dat niet wat uitdingen, ze? Hoe? Ah, met dat. Deze, kijk. Wat denk je dat ik zo rondloop?
Goed zo. Leuk. Schat, ik je... Wat? Ziet je die witte vlekken nog? Nee. Moet ik nog wat blenden? Ja, nog een beetje blenden. Doet dat geen pijn? Nee, dat doet geen pijn. Wel als je... Hey. Ja, jij is toer, hè? Nee, dat doet geen pijn. Dat doet geen pijn in Hasselt. Nee, in Hasselt niet. In Antwerpen wel. Niet dat? Een rare dood. Dat ik dood ook kwam dan weer. Oké, volgende next step. Wat is het volgende? Wat is dit? Even kijken, even. Surreal, Maybelline. Ah, dat is twist te zeggen. Dat gaat wel volgende stap. Als dat in mijn oog komt, hè, manneke. Een mens blind, ja. Voilà. Huh? Voorzichtig. Nee, het is wel een klein probleempje. Oké. Oh. Moet ik dat weg? Nee, nee, nee. We gaan dat inblenden. Nee! We gaan dat zeker niet inblenden. Is het weg? Ja, zo goed als. Oké, wat is dit? Tanning, daar gaan we niet op doen, hè. Oké, nee. Een blushje. Blush? Aha. Yes. En dan gebruiken wij deze. Mhm. Ja. Ja. Klopt. Of deze? Nee. Nee. Dat moet op je wangen. Oké. Toch? Ja. Komt bijna niks van. Ik peel van af. Dat is goed. Dat is verven eigenlijk. Ja, ja, dat is verven, dat is waar. Goed zo. Moet je er even wat nieuwen? Nee. Het ziet er niet slecht uit eigenlijk, hè? Die blush. Wat? Moet ik wat bij blenden? Je moet dat ook zo hier doen. Ah, ja, maar zeg dat dan, hè? Maar kijk hoe jij doet. Je pakt een kwast gelijk een kwast. Ja, hoe anders? Je doet letterlijk zo. Ja, mij, ja. Ja, hoe de fuck doe je dat anders? Zo? Ja, toppie. Goed, ja. Smeer alles heel mijn gezicht in, jongen. Hè? Waarom moet je me zo vasthouden in mijn nek? Je alsof... beweegt. Hoe zie ik eruit? Hm? Hoeveel blush? Dat moet dat, jongen. Ik zie dat vanaf een afstand gewoon. Ja. Oh mijn, je hebt heel mijn... Je hebt gewoon, die heeft gewoon heel mijn wang hier met blush gedaan. Dat is toch, jij zei, je moet ook hier doen. Ja, zo, dit streek, maar ja, waarom deze? Dat is fashion. Oké, dat is fashion. Oké. Okay. We hebben nog wel wat dingen, hè? Heb dit nog? What the fuck is dit? Dat is ook voor uw wimpers. Nee, dat is voor deze. Hé. Hey. Deze, wat is daar de naam van? Ik ben maar. Ja. Doe echt niks. Tuurlijk doet dat niet veel. Doe echt niks voor u. Maar wat doet je? Je kan dat mogen, dan kan je dat terug oplaag. Waarom heb je me vast alsof ik een fucking dier ben? Nee, deze is het niet. Nee? Nee, dit nee. Deze is wat Laura gebruikt. Dat is gewoon... Geen aanrader. Oké, maar schat, dat is gewoon om mijn wenkbrauw een beetje omhoog te kammen. Ja. Oké. Okay. Van de Primark, zeg. Van de Hema. Ja. We hebben nog deze dingen. Contour. Easy contour. Dat hebben we ook al gehad, hè? En niet zelfs dat? Is contour boven moet... uw ogen. Contour moet voor blush, maar bon. Wat is blush? Ah, is dat op uw wangen dan? Ja. Oké, okay, dan nee, nee, nee! Is dat te veel? Alexander! Ja. En dat blenden we in, of niet soms? Ah, voilà. Ah, dat ben ik. Je meent het toch niet? Maar dit ziet er toch gewoon echt uit. Ziet er gewoon een keer uit, hoor. Contour moet hier, hier en hier. Nee, 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 nee. We gaan dat nu niet doen, want je hebt al mijn blush gedaan. Je kunt dat wel nog hier van boven doen. Ja, dat wou ik doen. 1, 2, 3. Nee, deze spot alsjeblieft. Alexander Eijssel, oh my god. Nee, maar dat is niet voor op heel uw gezicht en op heel uw voorhoofd. Dat is de bedoeling voor hier en de randen. Hier, hier en in uw neus.
In uw neus? Nee, aan uw neus. Dan hebben we potloden of stiften. Potloden. Dat is voor onder uw ogen. Roze potlood onder mijn ogen. Boven uw ogen. Op uw lippen. Dat is ook niks af, hè? Nee, je moet die slijpen. Slijpen. Pak een andere kleur. Nee, ik heb geen andere kleur voor op mijn lippen. Dit is toch een andere kleur? Dat is bruin. Dat is niet voor op mijn lippen. Dit is voor eyeliner en dit is voor lippen. Oh, ik ga eyeliner doen. Ja, dat is bij deze. Ja, ja, maar ik ga even lippen doen. Dit is een potlood voor rond uw lippen. Ah, niet op uw lippen? Nee. Hij moet nu op uw lippen. Ja, dat doet pijn, want dat is niet geslepen. Ja, laat maar. Dat vind je moet pijn, die... Nee, je moet die slepen. Oké, dan hebben we nog... Hebben we deze al gedaan? Mascara. Daar had je er twee van, hè? Ja. Ja, die heb ik niet nodig dan, hè? Nee. Voelt je nog een rond? Nee. Okay. Oh, wat is dit? Dat is... interessant. Dat is voor dit. Laat ook zien welke kleur je gaat gebruiken. Ja, deze heb je het vaakste gebruikt, dus die gaan we niet pakken. Hallo. We gaan eentje pakken dat je nog nooit hebt gebruikt. Deze. Knaloranje. Oh nee. Wat? Dat is jokes. Er komt een hele rook van uit. Ja. Dat bedoel je? Ik denk dat ik een nieuw borsteltje nodig heb. Uw ogen dicht houden tot na het resultaat, alsjeblieft. Oké. Okay. Heel vriendelijk. Maar ik ga twee kleuren mixen als je wilt. Oh ja, dat is goed. Doe maar. Mooi hoor. Ja. Deze sta je wel. Ja? Ja, nee, echt serieus. Oké. Dat is echt wel een kleur dat bij je past. Oké, dank je. Wacht even, we gaan er nog een beetje zwart bij doen. Zwart. Ja. En dan gaan we nog even inblenden. Je moet gewoon met deze ding. Ja, je moet daar gewoon mixen met dat ding. What the fuck, ik heb een ziek kleur. Moet dat tot je wenk gaan of niet? Nee, nee. Dat is een gaat ik zou wel. Oké, kijk maar eens naar het resultaat. Alexander. Nee, nee, Alexander. Wat is dit? Het is fashion. Oké, okay. Dit is wat Alexander ervan gemaakt heeft. Ziet tot er niet toe slecht uit. Laten we eerlijk zijn, en dan hebben we deze nog. Zo. Ook voor je ogen? Voor op je neus. Moet ik het zeggen? Ja. Dat is voor, ja, een beetje op je neus en ook zo'n beetje gelijk hier. Dat is voor highlighter. Mijn vingers. Ja, ik doe dat met mijn vingers. Dat is niks vieze. Amai, je pakt veel. Oh. Dan moet dat inblenden, geen stress. Waarom doet je dat dan aan mijn voorhoofd? Ja, omdat ik moet het toch uit kunnen brengen. Ik zie dat je een panietje raakt. Je doet helemaal zo. Hier, zo een lijntje. Alexander, maar hoe doet je dit? Wat heb ik hier hangen? Dat weet ik niet. We hebben nog de skincare, make-up, pure pressed base mineral foundation. Dat hebben we al gehad. Hey, hallo. En dan hebben we nog een eyeliner. En dat gaan we zeker doen. Oké. Okay. Moet je daarvoor rechten staan? Ja. Ik voel al dat het niet goed gaat. Nee, het gaat echt goed. Ik zweer het. Dat is cool. Wilt je dat ik daar zo'n lusje in maak? Nee, dank u. Nee. Is het mooi? Ja, dat lukt kan dat. Deze moet wel iets langer. Mag ik daar echt... Iets langer? Mag ik daar zo een aardje bij zetten? Ja, doe maar. Oh mijn god. Alexander. Oh my god. Ik vind dat ik dat niet slecht heb gedaan. Kijk eens, jij is aan de camera. Kijk eens zo. Dat is hoe echt mensen op straat lopen hoor. En dan als laatste stap moet je nog alles gewoon inblenden. Ik moet gewoon een beetje overal dat het een beetje gelijk is. Dat is een heel cruciale snap. Dichter. Dus een vraagje aan mijn babe. Hoe is het met geneeskunde aan het gaan? Want moest dat niks worden, kun je altijd make-up artiest worden, denk ik. Daar had ik al lang door. Mm-hmm. Kijk naar het resultaat. Maar geneeskunde gaat goed, dus ik denk niet dat ik nu al een overstap ga maken. Nee? Nee. Je zit wel één ding vergeten, hè? Ja. Yeah. Loop ik altijd rond met droge lippen of zo? I'll take the camera with me on the search. We're going on a hunt, we're going on a... Waarom is dat ding omgedraaid ineens? Hallo? Waar heb ik altijd mee... In uw handtas? Ja, waar heb ik altijd lipgloss in zitten? Oké. Okay. Dat is één ding wat ik altijd bij heb. Lipgloss. Juiste? Ik heb er meerdere, maar dat is een goeie. Okay, fijn. Ik zal dat even aan de fans laten zien. Oei, ondersteboven. Voilà. Huh? Dan gaan we nu op Laura smeren. Dat is nog aan.
Jij ook. Je hebt de helft van dat potje op mij gesmeerd, denk ik. Dit is het eindresultaat van de make-up. Nee, bah. Nee, dat is die fucker. Vind je mij niet meer sexy nu? Jawel, is wel sexy, maar je lippen niet. Hoe? Ja, what the fuck, hoe ziet het eruit? Zit je serieus nu? Ja. Maar je hebt dat gedaan, hè? Ja, ik weet het. Maar dat ziet er niet uit. Je zegt altijd dat dat zo mooi is. Ja, als jij dat doet, toch niet als ik dat doe, je kleine rat. Bedankt voor mijn make-up te doen vandaag. Alsjeblieft, en bedankt om te kijken naar deze stomme video. Nee, het was wel een leuke video, hè. Ik wil graag Laura bedanken voor het leuke gezelschap. Oké, dank je. Heel lief. Love you. Oké, hoeveel geef jij jezelf als make-up artiest? 8. Oké, ik geef het een 6. Dat is onacceptabel eigenlijk. Ja, ik vind de ogen niet geweldig gedaan. Maar voor de rest... Goed gedaan. Ja. Bueno. Laat eventjes in de comments achter hoeveel punten jullie Alexander zijn skills geven. En deze look geven. En laat ons zeker weten wat wij... samen nog kunnen doen als video's. Ja, voor video's. Jullie snappen wel wat ik bedoel. Oké, bedankt voor het kijken en tot de volgende... Hallo! Dank je voor het kijken allemaal en tot de volgende video. Bye bye! Mwah.